het gevoel. We willen jou slechts in ons doen. Lang leve Leo Handel. Dit is Lotje. Lotje is 16 jaar en de achterkleindochter van Leo Halle. Mijn naam is Ben Halle, zoon van de beste doelman die Coët ooit heeft gehad. Vandaag vertel ik Lotje, mijn kleindochter, het verhaal van mijn vader. Hey. Oh, leuk dat je bent. Hoi. Okay. Hey, fijn dat je bent. Ja. Leuk. Nou, we hebben vandaag opa-opa-dag afgesproken. Ja. Het is wel een hele bijzondere plek hoor, voor opa geweest. Deze plek? Ja. Waarom dan? Het is een heel bijzonder moment dat opa, die had gevoetbald in Milaan. Zijn eerste interlandwedstrijd. Ja. En daar hebben de kranten niet alleen in Nederland, maar ook in Italië hebben er vol van gestaan. Vreselijk goed gespeeld. Sindsdien werd hij ook de Leeuw van Milaan genoemd. En dan werd hij met de trein werd hij hier naartoe gebracht. Met de trein? Met de trein, ja. Ja, tegenwoordig dan is het natuurlijk het vliegtuig. Ja, maar dat is helemaal cool. Maar nee, toen werden de spelers die werden dan met de trein weer naar huis gebracht. En iedereen die wist al dat ze toen hier kwamen. En ja, want er was dan geen televisie natuurlijk, hè? Nee. Er was alleen radio. Kijk, en toen kwam opa, die kwam met de trein aan. En toen kwam hij daar die uitgang uit. En toen stond het hele plein stond vol. Met mensen? Ja, met mensen die opa van de trein op kwamen halen. Moet je dat voorstellen, het hier vol stonden, ja. Mensen? Ja. Ja. En oma was er natuurlijk ook, want we hadden hem heel lang gemist. Leo Halle debuteerde in het Nederlands elftal in 1928. Uit tegen Italië. Hij was meteen de onbetwiste uitblinker. Er zijn een paar beelden van. Ik heb ooit een paar beelden van die wedstrijd gezien. Ik weet niet of ze er nog zijn. En het schijnt dat hij toen ongeveer zo'n beetje de beste wedstrijd van zijn leven heeft gespeeld. Hij was toen geloof ik 2 of 23 jaar. Debuteerde samen met het andere fenomeen Beb Bakhuis als international. Dat is in zijn carrière natuurlijk cruciaal geweest, die eerste wedstrijd. En ook wat ik van vader dan zelf gehoord heb. Dat beeld van Milaan, van San Siro stadion, dat heeft hij zijn leven lang behouden. Hij moet zo waanzinnig goed zijn geweest, die interland. Als je de verslagen er ook op naleest, ook in Italiaanse kranten. Hij moet dat geweldig hebben gedaan, die wedstrijd. Ik meen dat ze met 3-2 verloren. Maar ja, Italië was toen al een echt voetballand in vergelijking met het amateuristische Nederland. En hij werd daar de held van de Leeuw van Milaan genoemd. En dat werd later de Leeuw van Deventer. En dat waren typisch van die bijnamen. Die pasten bij zijn postuur, bij zijn allure. Maar het fijnste vond hij dat hij op een niveau heeft kunnen voetballen, heeft kunnen keepen. Dat hij zegt van, goh, hè, nu voel ik echt dat ik goed ben. Dat heeft hij later ook gezegd van, ik hoef me nergens zorgen over te maken, want ik weet dat ik goed ben. En dat is heel veel voor betekent, die eerste wedstrijd. Iedere aanvaller was bang van hem. Hij was 1,88 meter lang, wat in die tijd een behoorlijke lengte was. Bijna 100 kilo zwaar, kolenschoppen van handen. En was niet bang om zijn fysieke kracht te gebruiken. Zoals hij zich toen gewaardeerd en gerespecteerd voelde. Van hem, en ook juist bij die aankomst. Dat hij echt tot grote verbazing zag van, hey, daar staan gewoon mensen die ik allemaal ken en die ik gewoon ken. En die staan mij te wachten nu op de trein. Dat was een ongelooflijke grote verbazing voor. Je moet het ook zien in die tijd. Het was klein duimpje tegen de grote reus. Italië was toen al echt een serieus voetballand. En Nederland helemaal niet eigenlijk. En dat je het daar met 3-2 nog haalde. Of weliswaar verloor, maar 3-2 beperkte. Ja, dat was een aardig resultaat gezien. Ja. Lot, het is een beetje verbazing, denk ik. Hè? Weet je waarom we hier zijn? Nee.
moest je goed om je heen kijken. Toen opa en oma gingen trouwen, toen zijn ze hier komen wonen, daar. In dat 20. Huis? Ja. Oh, echt? Ja, ja, ja. En weet waar, je wat wanneer was dat dan? In welk jaar? Ik denk dat... Even nadenken. Ik denk zo in 1930, zo rond 1930. Precies, weet ik. Ja, 1930. Dus heel lang geleden, 80 jaar geleden. Het huis is niks veranderd trouwens. Nee? Nee, heel bijzonder. Ja, een andere voordeur. En ik ben hier ook geboren. Jongen. Met hoeveel woonden jullie hier vroeger? Nou, met tante Ann. Ja? Met mij, oma en opa, met z'n vieren. Met z'n vieren. Ja. Opa en oma zijn toen hier als eerste komen wonen, hè, toen de huizen hier gezet zijn. En weet je wat hier ook nog? Het Coëtveld, Adelaarshorst, is hier dichtbij. Echt? Ja, ja, ja. Moet je maar kijken. Van hier, je kunt bijna de lichtmasten zien daar. Oh ja, dat is echt heel erg vlakbij. Begin jaren 30 was Coëhead met Leo Halle en zijn broer Jan een echte topclub in Nederland. Dat leverde twee landstitels op, in 1930 en in 1933. Dit zijn unieke beelden van de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord zat nog op de Kromme Zandweg. De accommodatie was heel wankel. En ik denk dat er misschien 15.000 mensen in komen. En het kasteel had toen al een capaciteit van 30.000. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn geweest waarom er toen bij Sparta is gespeeld. Mijn vader speelde uiteindelijk 15 maal voor het Nederlands elftal. Geen enkele andere Coëtspeler heeft vaker het shirt van Oranje gedragen. Ja, dat is een beetje het lot van regionale voetbalhelden. Zeker in de jaren 20 en 30, dan waren het toch over het algemeen de spelers uit de Randstad die het beeld bepaalden bij het Nederlands elftal. De jongens uit het oosten, uit het zuiden en helemaal uit het noorden, die vooral, ja, die moesten het twee of drie keer beter zijn dan de rest. Zodat ze maar in aanmerking zouden kunnen komen voor de selectie van Oranje. Dat is eigenlijk, tot in de jaren 60 is dat zo gebleven. En ja, dat heeft een fenomeen als Leo Halle was, heeft hem dat waarschijnlijk 30, 40 hinterlands gekost. Hij was de beoogde opvolger van G.S. van der Meulen van het kakuneuze HFC in Haarlem. En dat was zo'n wereld van verschil. HFC, de oude elite, tegen een Go Ahead, waar dan Halle echt een kind van was, de arbeidersclub. De vrachtwagenchauffeur Leo Halle tegen de aanstaande dokter G.S. van der Meulen. Dat was allemaal van belang. In het interbellum had je dat heel sterk. Die mannen met hun bolhoeden
die de selectie van het Nederlands elftal bepaalde en de opstelling, die waren ook allemaal uit die kringen afkomstig. Het waren niet, laat ik samenvatten, het waren niet loutere sportieve facetten die de doorslag gaven. Goedemiddag, dames en heren. Hier zijn we dan weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam om onze zoveelste voetbalwedstrijd te verslaan. Het belooft vanmiddag uiterst interessant te worden. Het stadion is, hoe kan het ook anders, tot een nok gevuld. Daar komen onze jongens aan het veld op. U kunt het volkslied horen spelen. Ja, en die arbeiders konden dan misschien wel aardig voetballen, maar met vork en mes eten moest je ook kunnen. Dat kon niet iedereen in die tijd. En die werden echt lastig gevallen en ook lange tijd geweerd uit het Nederlands elftal. Hij trok zich daar niks van aan. Hij was wie hij was. Hij wist dat hij goed was. En daar hij probeerde zich ook nooit anders voor te doen, nooit meer voor te doen of anders voor te doen dan dat hij was. Degene die het Nederlands elftal kozen, dat waren nog steeds de oude machthebbers van de eliteclubs. En die moesten zo weinig mogelijk hebben van de internationals, van de arbeidersclubs. Daar kwam het eigenlijk altijd weer op neer. En dat frustreerde die jongens ook geweldig van Go Ahead, maar ook van Feyenoord. De jongens van Blauw-Wit ook met name. En ja, je kon op je kop gaan staan, maar de Gees van der Meulen bleef gewoon de keeper. Ondanks al deze tegenwerking werd Leo Halle, kort na het WK van 34, de vaste doelman van het Nederlands elftal. Wanneer er op het voetbalveld de legermacht staat opgesteld, dan gaat het spel beginnen. Dan kriebelt er iets in ons bloed wat ons vanzelf juichen doet. Hoera, we overwinnen! En klinkt dan het signaal, dan brullen we allemaal. Hup, hup, Holland, hup, we laten ons niet slaan. We komen met geen nederlaag uit stadion vandaan. Hup, hup, Holland, hup, we laten ons niet slaan. We komen met geen nederlaag uit stadion vandaan. Dan was je wel min of meer vogelvrij. Je ziet het ook met het uittrappen. Dan mogen die aanvallers ook gewoon een keeper aanvallen. Dus zodra ze die bal in handen hebben, gaat het zo snel mogelijk. Lopen ze van die aanvallers vandaan, geven een enorme loeier naar voren. Om weer een beetje uit het gevaar te zijn. Ja, ook al lagen ze op de grond. Die spitsen die gingen maar door. En ja, zijn er veel blessures geweest met keepers. En gaandeweg. Ja, zijn ze beter beschermd gaan worden? Ja, nu mag je niet eens meer naar een keeper kijken, bij wijze van spreken. Glenn, de Ier neemt zijn oude, een vogel precies in de hoek. Leo Halle maakt een sprong tegen. Leo Halle ligt in de modder te krabbelen. Glenn loopt toe, pats, daar slaat Leo Halle de bal van de aanstormende Ier weg. Schitterend in dit kritieke moment, Leo. Bravo, knap gedaan. Dit is mijn zoon, Aaron. Hij woont in Zuid-Afrika, maar als hij in Nederland is, gaan we samen naar Go Ahead. Dat is voor de derde generatie Halle in Kaapstad. En de levendigste herinneringen die ik altijd aan mijn opa heb is, als ik als klein jongetje bij mijn opa en oma kwam en we gingen een pak melk halen bij de Albert Heijn, wereldberoemd in Deventer. Een pak melk halen, de Albert Heijn was 300-400 meter verderop en dat duurde een eeuwigheid. Hier is de kopbal, die gaat erin. Doelpunt, Sander Duits. En Go Ahead op voorsprong, 11e minuut. Bitici, strafschop. Overtreding, Matthij, zo geeft de scheidsrechter aan. En een penalty voor Go Ahead. Om er 2-0 van te maken. Sam Hendricks, hij doet het. Het staat 2-0. Hij was wel heel trots. Op de club, Go Ahead, stakte al zijn ziel en zaligheid in tot op late leeftijd. En eigenlijk daarmee gaf hij wel aan van luister, dit is, ja, dit ben ik, Go Ahead. En Go Ahead is mij. Mooi, goed zo. Wow. Van Matthij, maar hij wordt door Wolters ontweken. Hier komt de volgende tackle, dat is Hens. Strafschop, weer een strafschop voor Go Ahead. Pieuw. Mooie rug, hè. Godverdomme. Mijn opa sprak nooit veel over hoe goed hij was of hoe geweldig hij had gevoetbald. Dat heb ik eigenlijk allemaal
van mijn ouders, van mijn vader heb ik dat meegekregen. En opa sprak er eigenlijk nooit over. Het publiek gaat weer staan voor Go Ahead. Nou ja, niet iedereen. Daar zitten de zoon en de kleinzoon van Leo Halle. Voor de jongere kijkers die niet weten wie Leo Halle is, dat is een oud keeper. De tribune die u nu in beeld ziet is ook vernoemd naar Leo Halle. Dat zijn twee foto's van mijzelf. En ik zie daarnaast twee foto's van mijn opa. En het is schrikbarend hoeveel ik op hem lijk. Hoi, Ben Haller. Dat is een eer om u te ontmoeten. Wetenschap, want ik vind het geweldig doet. Nou, dankjewel. Ja. Het is goed om te horen. Ja. Ben ik blij om. Ik vind je tot nu toe een van de beste keepers van de Eredivisie. Nou, dankjewel. Ja. Leo Halle was van 1934 tot eind 1937 de vaste doelman van Oranje. Bij het Nederlands elftal liep hij een zware longontsteking op. Het was een interland in januari of februari 1936 in het Parc des Princes. Frankrijk-Nederland 1-6, een van de beste vooroorlogse interlands van het Nederlands elftal. En daar heeft Leo een longontsteking opgelopen in de kleedkamer. Hij zat er in een kletsnatte trui. Het was in de stromende regen werd die wedstrijd gespeeld. Die deur stond voortdurend open van de kleedkamer, omdat er allerlei officials in moesten. Nou, hij heeft daar een longontsteking opgelopen. Echt dood en doodziek geweest, wekenlang. En ja, tegenwoordig alleen als je ouder bent, maar jongere mensen die een longontsteking hebben, prachtige antibiotica, goede verzorging. En dan ben je er gewoon na 14 dagen beter, in ieder geval ben je bovenop. Maar dit is echt 5-6 weken in, nou, op het randje gelegen. En daarna is het schijnt dat het nooit meer echt de oude Leo Halle is geworden. De tijd dat ik hem mee heb gemaakt, altijd bang geweest om ziek te worden. Het schijnt zo te zijn dat er een keer bij een centrale training, die altijd in Den Haag werd gehouden, dat daar het onheilsbericht binnenkwam dat Leo was overleden. Maar dat was dus niet het geval, maar iedereen was natuurlijk lam geschrokken. En het gaf wel aan hoe ernstig de situatie was. Op een van onze zwerftochten in de omgeving van Deventer ontmoeten wij onze nationale doelverdediger Leo Halle. We zullen eens even vragen hoe het met hem gaat. Hallo Leo. Hallo, goeie gang. Leo, vertel eens, hoe gaat het met je? Vertel eens wat. Nou, wat zal ik je zeggen? Ik ben er weer fijn bovenop gekomen. En dan wil ik met een van deze gelegenheid ook maar gebruik maken om alle dames en heren hartelijk te bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn ziekte. Nou, wat voetballen betreft, ik ga wel mee naar Brussel, maar om te kijken. Maar wat voetballen betreft, ik hoop toch weer spoedig het Nederlandse doel te verdedigen. Eerste toen ik dit zag, toen dacht ik van, het lijkt wel een popster. En nou, wanneer ik dus de bijbehorende gedeel hoor, van het was in de tijd, waren het ook zeg maar de popsterren van die tijd. Niet meer via televisie, want dat was toen nog niet, maar wel in het bioscoopjournaal. Kijk, vergis je niet, Leo Halle was een naam in Europa ook. Hè? Die nationale elftallen speelden niet zoveel interland, zomaar een stuk of 4-5 per jaar. En dat waren hoogtepunten overal, dus die werden ook in andere landen gevolgd. Dus in Europa wist men wel degelijk wie Leo Halle was. En ja, als zo iemand dan zo ziek wordt en als er een bericht komt dat hij zou zijn overleden, ja, dan krijg je dit soort reacties ook van postzakken vol, kaarten, bloemstukken en van alles en nog wat. Hitler was die dag een aantal jaren, precies die dag een aantal jaren aan de wind. Dat stadion hing vol met hakenkruis ook. Hè? Weet je dat de spelers toen is gevraagd om de Hitlergroet te brengen? En dat hebben ze geweigerd. Hè? En er waren een paar van die officers van de KNVB die vonden dat ze dat moesten doen. En toen hebben er ook een paar geroepen, je kan doodvallen, maar dat doen we niet. En toen hebben ze ook afgesproken dat ze zo nonchalant mogelijk bij het Deutschland über alles zouden gaan staan. Meestal stonden ze strak in de houding en als je die foto ziet, dat hebben ze inderdaad geflikt. In Deventer is de stemming enigszins bedrukt.
De stad heeft in de strijd zwaar onder vuur gelegen. De Duitsers hebben de verkeersbrug en ook de spoorbrug opgeblazen. Opa die was chauffeur-monteur. Dat betekende dat hij aan deze kant van de brug, deze kant van de IJssel, daar moest hij dus ook naartoe om bijvoorbeeld vlees te halen in Twello. Nou, wat deed opa dan? Onder andere, hij heeft ook andere dingen gedaan. Dat is dan dat hij niet alleen het vlees meenam wat hij mee moest nemen, maar ook nog probeerde om extra vlees mee te nemen. Zodat de mensen die ondergedoken waren, dat die ook dan heel stiekem natuurlijk in verborgen... Wat ze eten kregen. Ja. Mensen zeggen ook, er werd thuis niet zo vaak over, eigenlijk nooit over gesproken, dat hij behalve dat vlees, heeft hij ook mensen meegenomen die ondergedoken waren. En dan was het natuurlijk heel belangrijk dat mensen over de IJssel gebracht werden, want hier werd heel strak gecontroleerd. En dat was natuurlijk ontzettend gevaarlijk, want op het moment dat je onderduikers of mensen die vluchten wanneer je die helpt en je werd dan gepakt, dan betekende dat dat je concentratiekamp inging. Vind je het spannend om dat te horen? Raar om te horen. Ja, raar. Want je kent hem eigenlijk alleen als de keeper van Go Ahead Eagles. Ja. Dat hij dan ook nog in de oorlog dingen heeft gedaan. Het juiste verhaal is mij niet bekend en eigenlijk zal het waarschijnlijk pleiten voor Leo Halle dat we dat niet weten. Want de mensen die het minst vertellen over hun heldendaden in de oorlog, dat zijn meestal de echte helden. Wat is dat? Kijk maar eens goed. Maar kijken, het staat eronder wat er is. Beste speler van het seizoen 1929. Oh, heeft opa gewonnen. Ja, die heeft opa toen gekregen als de beste speler van het seizoen. En nou, die beker die is dus bewaard gebleven. Maar er zitten overal deuken in. In de oorlog, ja. Ja. Toen wilden de Duitsers heel graag allerlei koper en zilver en tin, dat wilden ze hebben voor de oorlogsindustrie om wapens en kogels te maken. Nou, wat deden nu de mensen hier, niet alleen allemaal in open hangen, maar iedereen, als je dit soort spullen had, bijvoorbeeld ook koperen kannen, mm-hmm. Ja, dan werden die begraven in de tuin. Hier gewoon in de tuin, ja. In de tuin, en dan gewoon een stukje onder de grond, want, en dan liet ze gewoon de planten en bloemen eroverheen, want het heeft al een paar jaar in de grond gezeten. En ja, eigenlijk maakt het de beker niet mooier, maar aan de andere kant wel meer bijzonder als je dat verhaal ook erbij weet. Het verhaal erachter is mooi. Ja, dat is mooi, hè? Voor opa en oma wel heel erg belangrijk, want je ziet ook dan wel de foto's. Hij stond bij opa en oma, stond hij voor de radio. Hier woont Carolus Sekeres, wat je bij die beeld houdt. Oh, ja. Maakt prachtige beelden. En ik ben hartstikke benieuwd welk beeld of die. Hij heeft nu een model gemaakt voor dat beeld van opa. Mm-hmm. En nu gaan we naar dat model kijken. En ik ben hartstikke benieuwd. Ik ook. Ja, leuk, hè? Ja. Bel je aan? Ja. Hi. Dat is meneer Sekeres. Dit is Lotje. Hi. Ik ben Carly. Lotje. Hi. Hi Carly. Echt ben. Zo. Mooi. Daar word je stil van, hè? Jongen, jongen. Hoe groot wordt hij in het echt als hij? Nou, de bedoeling is dat hij straks, als hij in brons gegoten wordt, zo 1,96 meter hoog wordt. Dus iets groter dan de werkelijke grootte. Nou, ook wel wat. Ja. En er komt dan een sokkel onder. Dus met elkaar wordt het beeld zo'n 2,36 meter hoog. En dan de verhoudingen, ja, ik heb moeite om wat te zeggen, want ik word heel erg geëmotioneerd om je vader op zo'n manier te zien. Dat is echt heel bijzonder. Ja. En dan blijven die verhoudingen hetzelfde in Kali, als dat maar 1,96. Ja. Ik vind die houding trouwens ook erg mooi, hoor. Zo die bal uitschieten, ja, echt ja. Geweldig. Ja. Dat is wel heel apart, hè? Ja, raar, ja. Maar mooi. Ja, heel mooi. Weet je dat die tribune, hoe heet die? De Leo Halle tribune. Ja. En weet je wat er gebeurd is toen opa die tribune geopend heeft?
Nee, wat heeft hij gedaan? Nou, dat was heel bijzonder. Opa die kon toen heel moeilijk lopen. Ja. Die kwam hier met de rolstoel. En toen hij hier aan het veld stond, toen zei hij van nou, we willen wel graag dat u dat spandoek daar weg trekt. Ja. Om de tribune te onthullen. Toen zei opa van, op dit veld loop ik alleen maar. Toen liepen ze hier naar het midden van het doel. En daar moest dan opa de tribune onthullen. Dit was dus echt de laatste keer dat hij gelopen heeft, ja, toen hij het onthulde. Ja. En wanneer is opa dan precies daarna overleden? 5, 6 jaar daarna is hij overleden. Hoop verrassingen vandaag, hè? Heel veel verrassingen, ja. Wat vond je de mooiste verrassing? De mooiste verrassing? Eigenlijk toch wel dat hij uit zijn rolstoel hier nog naartoe is gelopen. Okay. En gewoon het doek heeft onthuld. Maar ik vond het verhaal van uit de oorlog ook wel bijzonder. Ja. Heb ik allemaal nog nooit gehoord, nooit geweten. Ik vond het ook heel leuk om aan jou te vertellen van opa. Omdat het toch een hele bijzondere man was. Ja, voor mij was het geen beroemdheid. Maar voor mij was het een hele hartelijke, vriendelijke, warme man. Die mij alle kansen heeft gegeven om zelf te ontwikkelen zoals ik was. En ja, daar ben ik hem tot op de dag van vandaag ben ik hem daar dankbaar voor. En een van de resultaten is een kleindochter. Ja, als er straks weer zondag is en onze vlaggen waken, dan zien wij toch Hey!